Kijkers, daar ben ik er weer. Welkom dus bij het tweede deel van In Gesprek met. Ik heb nu een even interessante gast als het eerste deel. Eerst hadden we dus meneer Helmond proeven. En nu zijn we beland bij mevrouw Dianne Leerdam. En deze vrouw is een dynamische vrouw, hè? omdat zij zegt: Weet je, ik ben een onderneemster, maar bij haar gaat het om het geld, maar meer om. Hygiëne, mondhygiëne, gezondheidszorg, daar zet ze zich sterk in. Hè? Welkom Dionne. Dank u wel mevrouw Boetius. Heb ik het goed gezegd? Ja wel, ja toch wel. Het is zo dat ik uh, um, in eerste plaats uh, zorgverlener ben. Hè? Ik ben mondhygiëniste van beroep. En dat uh, doe ik al 15 jaar. Ik ben al 15 jaar afgestudeerd. Ik heb al 9 jaar uh, de eerste praktijk in Suriname van mondzorgkunde. En um, ja, het is nodig. Dus uh, ik zet me daar heel erg voor in, voor de mondgezondheid van, van de Surinamers. Um, omdat je toch merkt dat er. Uh, er wordt wel het een en ander gedaan. Men gaat wel netjes elk half jaar voor controle of voor schoonmaken. Ja. Maar uh, ja, er zijn niet, uh, het wordt niet op een zodanige manier gedaan dat men dan uiteindelijk ook zelf zijn ding thuis kan doen. Hè. De thuiszorg is heel belangrijk. En door de jaren heen uh, de instructies die wij geven als mondginisten, ben je gefocust op de, de preventie. Je wil ervoor zorgen dat mensen geen last krijgen, geen pijn krijgen in de mond. Dus je hebt daar bepaalde tools voor nodig. Mm. Ik laat de mensen, ik geef ze instructies. Ik laat ze ook het een en ander meenemen wat ze thuis gebruiken. En door de jaren heen, dan zie je van: oké, okay, dat is niet wat het wezen moet. Niet, nee, dat is niet wat het wat wezen moet. Want ik weet nog dat ik je jaren geleden, volgens mij toen je pas begon, hmm. alle had gesproken. We hadden een gesprek. Klop. Ja, dus zeg maar gewoon Karlo. Ja, <laughs> en, en dat je toen al aanhaalde dat het een beetje misging met het poetsen, met gewoon de mondhygiëne in zijn geheel. Klopt, ja, mm. absoluut. En daar is dat is nog steeds niet veranderd. Um, het verandert wel, maar kijk, ik ben alleen. Mm. Hè? En als, als in je uppie kan je echt maar een aantal patiënten per dag behandelen. Ik doe al wat projectjes vanuit de stichting die we hebben. We hebben bijvoorbeeld elk jaar de Week van de mondhygiënist, waarbij mensen gratis hun mondgezondheid kunnen co controleren. Er zijn wat projecten die we doen in het binnenland met name, um, omdat je toch begint bij de jeugd. Hè? Leer ze gelijk goed poetsen, leer ze de, de goede um, uh, rituelen aan... en uh, hoe zij dat kunnen onderhouden... om te voorkomen. Want de meeste mensen zijn helaas getraumatiseerd... doordat uh, je gaat wanneer je pijn hebt. En ja, als het eenmaal pijn doet... en je daar vanaf wil, doet het vaak extra pijn... dan kom je niet meer met plezier. Um, en he, mijn doel is dan ook echt... om de mensen daarvan af te helpen... en ervoor te zorgen dat ze... Uh, dus uh, ja, op een... een, een richtige manier... Uh, daarvan afkomen. En, en ook zorgen dat ze... Uh, uh, tot hun honderdste met hun eigen gebit rond kunnen lopen. Zo. Want dat kan, het is normaal. Het is niet meer dan normaal. Ja, ja, absoluut. Want ik weet dat we toen ook hadden gesproken over het bloedend tandvlees. Hè. Wat was de oorzaak weer? Ja, het bloedend tandvlees is met een, een moeilijk woord, heet dat parodontitis. Dat is mm -hmm. ook waar ik in gespecialiseerd ben als mondhygiëniste. En uh, het is zo dat je. Um, Tandvleesontsteking hebt in het begin. Meestal merk je er niet zoveel van, omdat je niet op de juiste manier poetst. niet elke dag tussen je tanden reinigt. ga je dus merken op een bepaald moment dat het misschien wat bloederig is als je flost of iets dergelijks. Maar de meeste mensen hechten daar niet zoveel waarde aan. Men denkt vaak: oh, dan raak ik het maar niet aan. Als ik het niet aanraak, dan bloedt het ook niet. Uh -huh. Maar dan is het probleem niet opgelost. Uh -huh. Dus wat krijg je uiteindelijk? Dat die ontsteking zich uitbreidt. En die breidt zich uit naar behalve een tandvlees, dus ook het kaakbot wordt dan aangetast. Uh -huh. Je voelt niets, niets van deze ontsteking. Je hebt er in het begin niet echt last van. Dus uh, er gaan vaak jaren overheen voordat ja. men ineens merkt: van... hé, hey, mijn tanden zitten los. Of ik heb een slechte adem. Het ruikt. Uh, of het ziet er niet zo prachtig uit. Of ze gaan bewegen ja. met tanden. Of soms, soms krijgen mensen absessen. En dat is vaak het moment dat men dan aan de bel trekt. Ja. Maar ja, dan ben je te laat. Ja. Vaak ben je dan te laat. Ja. En dat is het moment dat de mensen bij mij in de stoel komen. Of doorverwezen door een huisarts of een. Tandarts, maar vaak genoeg worden ze niet doorverwezen en komen ze dus op zichzelf bij mij binnen. Ja. Ja. Nou. Niet zo mooi, ja. maar om al deze problemen op te lossen en om nog meer te gaan voor mondhygiëne, heb je een tandenborstel uitgebracht. Ja, dat klopt. Ja, um, zoals ik in het begin al aan, aan aanhaal. Uh, we zijn heel als mondgenisten ben je heel erg gefocust op uh, de preventie. Um, wat leer je de mensen? Hoe um, hou je de consults? Um, um, je coacht de mensen ook naar een beter, betere gewoonte, dagelijkse gewoonte. En daar is poets de basis. Mm. Door de jaren heen is me opgevallen dat de mensen niet weten hoe ze goed moeten poetsen. En daarnaast ook. Heel moeilijk een goede tandenborstel kunnen vinden. Ja. Dus waar poets je dan mee? Als je in de Chinese winkel staat en je ziet er 14, 15 soorten tandenborstels. Ja. Allemaal van bepaalde merken. Je weet niet of ze echt zijn of dat ze nep zijn. Ja, je koopt meestal gebaseerd op de prijs. Ja. Zou ik ook doen. Oh. Toch? Uh, maar waar moet je echt op letten? Ik heb ja. gewoon gemerkt dat dat heel moeilijk voor de patiënten was. En toen dacht ik, nou weet je, ik doe toch die projectjes. Ik krijg elke keer dezelfde uh, uh, punten. Uh, er zijn wel goede tandenborstels te vinden, maar vaak zijn het in de duurdere winkels en zijn de borstels ook duurder. Dus ik dacht, nou, ik ontwikkel een eigen borstel. Zodat de Surinaamse bevolking en een tandenborstel heeft die gecreëerd is door een Surinamer. Hè. Zoals uh, men zou zeggen, uh, Sarana Sani. <laughs> maar ook gewoon zodat je, um, wanneer je voor dat rek staat, gewoon precies weet van: oh, als ik. Een Soezadent tandenborstel neemt, dan weet ik dat ik gewoon een goede tandenborstel heb. Nou, dan hoef je niet te lang erover na te denken en dan heb je gewoon in ieder geval een goede borstel. Dus vandaar de tandenborstel. Ja, een mooie naam, Soezadent. Hoe kom je op die naam? Uh, ja, dat is wel heel apart. Um, het is zo dat ik, uh, ja, je, je ontwikkelt dat. Ik heb er een aantal jaren over gedaan om een goede borstel te ontwikkelen. En dan bedenk je, oh ja, het moet ook een naam, hoor. <laughs> Wat gaan we doen? Je kan het niet gewoon tandenworstel noemen, nee. Brush, brush of zo. Dus toen bedacht ik me van, nou weet je, ik heb twee hele leuke kinderen die altijd uh, meegaan zijn. En ik heb de naam dus, um, ja, uh, ja, vanuit hun naam heb ik die naam gecreëerd. Okay. Hun namen dan, dus oh. ze zijn met z'n tweeën. Okay. Ja, dus uh, ze zijn eigenlijk ode aan de kinderen. Okay. Ja. bent. Klinkt goed. Weet je, uh, mijn tand. Uh, mijn mondhygiëniste had gezegd... ik moet letten op uh, soft of medium. Ik, daarmee moet ik poetsen. Heb je dat ook? Wat is dit? Dit is sowieso een um, soft tandenborstel. Soft. Het is wetenschappelijk bewezen... dat je alleen met een soft tandenborstel... op de juiste manier uh, kunt poetsen. Oh. Hè, als je een te harde borstel poetst... Uh, het is net als um, dat je zou denken van... nou, um, ik ga uh, een hardere borstel nemen... want dan schrob ik alles beter yes. schoon. Ja. Maar als je logisch nadenkt... kan je met een harde borstel waar je buiten... De bladeren en de stoepmeesborstel uh, ook binnen het huis niet schoon krijgen. Want dat stof is veel fijner. Dus je hebt een zachte borstel nodig, ja. toch? Je koopt ook een zachte bezem. Dus. Um voor de tanden en het, het, de mond, eigenlijk, is het heel belangrijk dat je altijd een zachte borstel neemt. Omdat het poetsen niet alleen de tanden betreft, maar eigenlijk de hele mond. Je gaat ook je tandvlees mee moeten poetsen. Mm -hmm. En als je dat met de harde borstel doet, vind je tandvlees dat niet fijn, gelooft u me? Ja, nee. ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je zegt dat mensen niet weten te poetsen. Want het is ons geleerd toch? Laat me kijken of ik ja, kan poetsen. Ik zie dat je een voorbeeld ja, hebt. Dus ja, nee. Kun je even me houden? Ja, nou, nu ja. ga je. Dus als ik zo. Dus Laat me zeggen hoe ik poets. Dan. Ja dus dan, dan doe ik het zo. Dus zo. toch? Zo. Ja. Is het goed? Denkt u dat het goed is? Werkt het, het idee. Goed. Ja. Ja toch? Zo. Nee. 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 Dus, dan, dus als het zo is, zo. Ja. Dan poets ik zo. Na Naar beneden. Ja. Ja toch? Is dat goed? Nee. Is niet goed. Nee. Dat is niet <laughs> goed. <laughs> zo haalt u geen plak weg. Dus dat deed ik. Echt. Ja. Ja. Dat verkeert. Oké. Okay. Laat ons zien hoe ja. dat moet. Wauw. Wow. Oké. Okay. Um, nou, zoals je ziet, er zijn drie kleuren. Ja. Die... Heeft de zwarte ja. uitgekozen. Is dat? Ja, okay. um, het is zo dat um, op het moment dat je poetst, mm -hmm. um, zoals ik al zei, de tandplak poetsen we weg tijdens het poetsen. De meeste mensen denken: oh, we poetsen voor een frisse adem en het moet glimmen. Yes. Dat is ook een van de redenen dat we poetsen. Maar de hoofdreden is om die mond gezond te houden. En om die mond gezond te houden moet je het fundament mee poetsen. En dat tandvlees is het fundament. In dat tandvlees, daar zitten die tanden in. Dus je gaat die tanden poetsen, maar vooral het tandvlees. In dat tandvleesrandje ontstaat die plak elke dag. Dus wanneer je poetst, zet je je tandenborstel voor de helft op je tand. Voor de helft op je tandvlees. Je draait hem 45 graden naar het tandvlees toe. Zodat die haartjes, u ziet ook, beter tussen de tanden komen. En dan ga je op die manier poetsen. Oh, en ik... Heen en weer gaan. Je hoeft geen druk te zetten, hè, maar je poetst op die manier. Tientel op één plek. En dan schuif je op, poets je de volgende twee tanden. Weer tientel op één plek. Dat is ook de reden dat we bij de Soezadent tandenborstel dat handvat zo hoekig hebben gemaakt. Zodat u die hoek het beste kunt maken. Zie? Dan kunt u die hoek makkelijk maken, omdat die. Dat zit al verwerkt in dat handvat. Dit is de basmethode noemen we dat. U kunt het op het net ook mm -hmm. googelen, gaat u ook zien. En als u het thuis gaat uitproberen, gaat u het verschil zeker merken. Oh. Voor de helft erop schuin naar het tandvlees toe draaien en in de bovenkaak doe je natuurlijk hetzelfde, voor de helft erop en dan draai je het naar boven toe, Want dan zit het tandvlees bovenin. Ja. Dat klinkt niet moeilijk. Nee, het is ook niet moeilijk, je moet alleen even oefenen en een goede tandenborstel, dan werkt het maar... prima. Maar dan vraag ik me af, hoe komt het dat we het al die tijd zo verkeerd zijn aangeleerd? Want dat is ons aangeleerd, dat is mij aangeleerd. Je moet uh, zo. Maar nu wees je een andere beweging. Um, een van de hoofdredenen is in mijn optiek dat uh, de methode die u gebruikt, heeft ook een naam, dat is de rolmethode. En de rolmethode is een methode die. Uh, 50 of zoiets. Uh, ik denk ja. daarvoor zelfs. Um, dat was op dat moment de methode. Okay. Er wordt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wat het best werkt en het is uiteindelijk dus uh, onderzoek gedaan dat dat niet goed genoeg werkt. De BAS methode is uitgevonden een aantal jaren geleden. Ik denk uh, ook al zeker 40 jaar geleden oh. wel hoor. Ja het is al een hele oude methode, de gemodificeerde BAS methode. Het is dus zo dat zeer waarschijnlijk degene die het u geleerd heeft dan niet geopdate is. Ja, dat kan ja, toch? Ja. Ik bedoel, we hebben geen um, um, uh, nascholingsmomenten um, hier in Suriname helaas. Dus wat dat betreft is het ook niet raar. Ja, ja. Ja. Dus dat we zeggen, we gaan niet mee met de laatste ontwikkelingen. En deze is niet eens ja, de laatste, want het is niet alles. dit is absoluut niet de laatste. Maar het kan ook gewoon zijn: kijk, als iemand het u ooit een keer heeft aangeleerd, gaat hij ervan uit dat, dat u dan wel weet. Ja. Toch? Dus, en u gaat er ook vanuit dat u het al wel weet. Dus u leert het uw kinderen weer. En zo gaat dat dan door. Alleen is het dan niet de juiste geopdate informatie. Ja. 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 Dus, als u zo moeten concluderen, hoe staat het met onze mondhygiëne? Nou, na uh, het aanschaffen van deze tandenborstel en met uh, de juiste methode zal het natuurlijk een heel stuk beter <laughs> gaan. Hè? Dat is ook het, het hele doel daarachter. Van hé, hey, um, ik kan maar zoveel mensen behandelen, ik kan maar zoveel mensen helpen. Als je het op deze manier doet, het staat dan in de winkels, de informatie is online uh, dan beschikbaar. Ga ik ervan uit dat in ieder geval de basis beter overgebracht wordt. Um, voor nu, uh, ja, er is een hele hoop. Ik heb een hele hoop wetenschappelijk onderzoek gedaan. Mm -hmm. En de, de cijfers wat betreft de tandvleesontsteking. Uh, die zijn nog steeds heel erg hoog. Mm -hmm. Ja, ja, die zijn nog steeds heel erg hoog. Mm -hmm. uh, maar ja, de awareness wordt gecreëerd. Dat gaat jaren overheen. De preventie ook, we weten hoe dat gaat. Uh, dat kan je niet zomaar uh, even van de een op de andere dag veranderen. Er gaat soms wel een hele generatie overheen. Mm -hmm. voordat je daar verandering heb, in hebt gebracht. Ik ben jong. Uh, de Surinaamse uh, uh, samenleving is over het algemeen jong. Mm -hmm. uh, er zijn er zoveel uh, mensen, dus ik geloof echt wel dat, uh, dat we dat samen kunnen bereiken. Ja, ja. Ja, ja. Heb je een samenwerking met de tandartsen? Um, wat betreft de borstel of wat betreft oh, de praktijk? Alles. Oh ja, um, het is zo dat de tandartsen, die weten allemaal dat ik ben. Al vanaf voor ik kwam, kenden ze ja. me. Dus wat dat betreft uh, werken we samen. De mensen die doorsturen, die uh, sturen patiënten door. En, en ja, sommigen die kiezen ervoor om dat niet te doen, om welke reden dan ook. Dat is ook goed. Uh, mm. Kijk, ik, ik ben als mondhygiënist vrij toegankelijk. Dus je hebt geen verwijzing nodig om bij mij uh, binnen te stappen, om bij mij, uh, door mij behandeld te worden. Maar uh, ja, als jouw tandarts wat ziet, of je behandelaar, want dat kan natuurlijk ook een, een ander behandelaar zijn, als die wat ziet dan, en, en zegt van hé, hey, uh, die is up-to-date en die weet waar die naar moet kijken, betreft tandvleesontstekingen. Want zoals ik al zei, is het zo dat er jaren overheen gaan voordat je er wat van merkt. Maar de professional kan tijdens de controles met bepaalde tools dat wel zien. En als hij, hij of zij dat ziet, is het wel handig om dan door te sturen naar de montigenist. Maar zelf als, als patiënt. Um, kun je uh, kijken en merken dat als het bloed is het niet oké, okay, bel ons gewoon op, kom een keer en dan kunnen we het voor je bekijken. Als je merkt dat je flos en het bloed is het ook niet oké. Okay. Als het ruikt en je komt er maar niet van af, hè, want we proberen ook van alles. Het werkt niet. Ja, trek gewoon aan de bel. Ga niet wachten totdat dat uh, te laat is. Ja, ja. dus een, een, een slechte adem kan ook. Uh... Uh, uh, ...de oorzaak zijn van uh, ontsteking. Tenminste, die slechte adem, toch? Die slechte adem kan een gevolg zijn van... Gevolg van ja. Uh, ontsteking. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus je merkt dan heel vaak dat men dan toch van alles heeft geprobeerd... heeft veel geld heeft uitgegeven. En uiteindelijk dan zoiets heeft van... ja, ...ik weet niet meer wat ik hier aan moet doen. En ja... Geloof me, als je bij de montiginisten komt, ik weet wel wat ik moet oh. doen. Gelukkig, Dat wil ik vragen. Ja, ik weet wel. Wordt men wel ervan genezen? Jawel, ja, absoluut. Ja, het vergt gewoon professionele zorg. En ja, uh, dat is helaas niet op elke hoek uh, hier in Suriname te vinden. Dus ja. en, en, en was dat altijd je, je droom of je wens om, om dit te doen? Om montechyniste te worden? Uh, om heel eerlijk te zijn, als kind kende ik het beroep. Niet. Mijn tandarts die uh, in Nederland... Ik ben in Nederland geboren en opgegroeid. En mijn tandarts die uh, deed de controle zelf. En hij had wel een mondgynast. Maar ja, je bent acht, negen, weet ik veel. Ja. Je gaat en het is goed. Ja. En uh, op een bepaald moment toen ik dacht van... Oh, dat is ook wel een leuk beroep. Nou ja, dan ga je onderzoeken. En dan merk je van... Oh, dat is echt een... een, een een, een apart ding, dat wist ik niet. Uh, en ja, dan ga je, je erin verdiepen en kijken hoe of wat. In eerste instantie wil je natuurlijk altijd tandarts worden, want dat is wat je kent. Uh, maar aldoende merkte ik dat het is een heel ander beroep is. Mm -hmm. En het, we werken wel op dezelfde plek, we werken in de mond, maar uh, het is een heel ander beroep. Dus ja, je merkt, je kijkt naar je karakter, je kijkt naar hoe jij in elkaar zit. En uh, dit werk past gewoon veel beter bij mij dan. Het werk. Ja. Als mondhygiëniste uh, merk ik gewoon: ik, ik hou van het communiceren met mensen, ik hou van het triggeren van mensen, de mensen uh, begeleiden daarin. En natuurlijk als men de resultaten ziet en ik ze uiteindelijk ook los kan laten, want ik vind het niet fijn als mensen afhankelijk van me zijn. Mm -hmm. um, kan je ook gewoon je eigen gang gaan. Je, je weet dan wat jij er thuis aan moet doen om dat gezond te houden. Ja. En natuurlijk kom je eens in de zoveel keer uh, zoveel tijd bij me om het bij te houden, het de plekjes waar jij niet bij komt. Maar dat vind ik fijn. Ik vind het niet fijn als je verplicht bij ja, me moet komen of af, ja, nee, of ja. met pijnklachten. Ja. Nee, dat is niet ja. mijn ding. En, en vandaar dus ook die tandenborstel. Ik, ik um, ik weet niet of het handig is om nog wat daarover te vertellen, over mm -hmm. hoe die um, 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 eruit ziet. Want ja. um, men uh, weet misschien niet waarom ze dan hiervoor zouden ik moeten ik kiezen. Deze is met zulke lange, deze is heel klein. Ja, ja mm -hmm. vaak uh, verward men het met de kindertandenborstel. Oh, is het een kindertandenborstel? Nee, het is geen kindertandenborstel. Mm -hmm. um, het is zo, in de verpakking zien ze er zo uit. Ja. Um, dus het is gewoon een uh, mooie verpakking. Heel duidelijk: niet te veel uh, informatie op de voorkant, maar op de achterkant wel. Een hele hoop uh, informatie. Mm -hmm. um, het is zo dat de borstelkop um, mooi klein is. Dat is het eerste wat uh, heel erg. Uh, um, um, Anders Is dan de borstels die we normaal in de winkel zien? Ja, dat valt op. Ja, de kop is mooi klein. En waarom is dat? Het is zo dat um, het bewezen is dat als je met een grote borstelpoets je eigenlijk minder weghaalt, omdat je niet goed achterin, met name achterin kan komen. Als je ook bedenkt, uh, meestal als u last heeft, ik weet niet hoe, uh, ik weet niet of u een keer last heeft gehad van kiespijn, was dat dat. Oh, bloedentandfeest met name. Maar de meeste mensen die last hebben van kiespijn hebben achterin de mond pijn, niet voorin. Mm. Toch? En dat komt omdat je die plak daar niet goed weghaalt. Een verkeerde borstel. Dus vandaar de kleine kop. Het is ook heel erg belangrijk dat de haartjes recht zijn. Er zijn allerlei soorten modellen met verschillende kleurtjes uh -huh. en hoogteverschillen in de haren, maar de haartjes moeten recht zijn. Zoals ik net al liet zien, kom je op die manier het beste onder het tandvleesrandje uh -huh. of in dat tandvleesrandje en tussen die tanden. Uh, deze haartjes dat kunt u met het oog niet zien, maar die zijn allemaal individueel gepolijst om er dus voor te zorgen dat je, je tandvlees niet beschadigt. Oh. Want de goedkopere borstels, de haartjes zijn vaak gewoon afgeknipt. Ja. En als ze afgeknipt zijn, zijn, dan zitten daar scherpe randjes aan. Men heeft ook wel eens al komen ze bij. En dan is het heel dat tandvlees geïrriteerd. Terwijl je niet, geen ontsteking hebt, maar dat gewoon. Je hebt het gewoon kapot gepoetst. Of ja. die borstel is te hard, of die kwaliteit van de haren is niet goed genoeg. Je kan dat van de buitenkant natuurlijk niet zien. Mm -hmm. Maar dat is wel. Um, wat deze tandenborsten heel speciaal maakt. Daarnaast het handvat. Het handvat is mooi recht, zoals je kunt zien. Uh, er zitten vaak wel eens hoeken in de handvaten. ik weet niet wat de reden. Of ik weet wel wat de reden daarvan zijn. Maar het werkt niet. Ja. He, het is zo dat um, als de stil recht is. en je hem naar binnen brengt. kom je verder achterin. Als er een hoek zit, ja, dan stopt dat op een gegeven moment. Oh. En dan kun je dus niet bij je laatste kiezen komen. Want dan heb je dit gedeelte. Wat tegen je voordanden aankomt. Dus dat is uh, heel erg belangrijk. Nou, ik liet de, de hoeken al zien, hè. de hoeken die in het handvat zitten. Mm -hmm. Die zorgen er dus voor dat u die basmethode makkelijker kunt uh, hanteren. Dat u hem uh, gewoon goede grip ook heeft. Mm -hmm. um, en het is zo dat deze heeft, ik weet niet of het u is opgevallen, maar daar zitten wat, haar, uh, wat gaatjes hier aan de achterkant. Ja. De hygiëne van de borstel zelf. Is ook heel belangrijk. Wat okay. mensen vaak niet weten is dat. Uh, men doet vaak kapjes op de borstels. om um, te beschermen ja, tegen. Ja. whatever walks in your house. Yes. Maar um, het is heel belangrijk dat de haartjes uh, goed. ...drogen nadat u hem gebruikt heeft. Op het moment dat ze nat blijven is het zo dat er makkelijker schimmels in gaan groeien... ...dat de bacteriën die u vanuit uw mond heeft weggepoetst... ...zich daar makkelijker vermenigvuldigen in een nat gebied dan in een droog gebied. Dus vandaar de gaatjes ook voor een betere doorlaatbaarheid van de lucht... ...zodat het sneller droogt. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Daarnaast zijn deze haartjes ook uh, antibacterieel gecoat en dat heeft meer te maken ook weer met de hygiëne van de borstel, zodat die bacteriën die daarop blijven, dat ze dan hè, sneller uh, uh, of minder snel zich kunnen vermenigvuldigen. En u dus gewoon lekker drie maanden met deze borstel kunt doen. So. Ja, je hebt er alles gedacht. Ja. Ja, dat hoort zelf ontworpen. Of, uh... Uh, met hulp hoor, want ik kan dat niet in mijn eentje yeah. doen. Hè. Je hebt daar altijd een team voor nodig. Dus ik heb uh, een aantal internationale vrienden mm. die of uh, hey, al bedrijven hebben in, elders in de wereld. Um, en anderen die gewoon in het veld zitten. En die hebben me hiermee geholpen. Hè. En zoals ik al zei, ja, het, heeft, het heeft echt wel een aantal jaren geduurd. Ja, absoluut. ja. <laughs> ja. <laughs> Hoeveel jaren? Uh, met tussenpozen, ik denk ja, of drie. Oh, ja, okay. ja. Nou, dus kijk eens u hoort, er is heel veel uh, uh, werk ingestopt en dat allemaal uh, zodat Suriname een gezond gebied en een goede mondhygiëne kan hebben. Ja, klopt. Ja, het is echt voor de Surinamers. Ik bedoel, kijk, uh, je kan hem, uh, je kan ook andere goede borstels vinden hoor. Ik bedoel, mm. ik zeg niet dat er geen goede borstels te vinden zijn in Suriname, want als je naar nou bepaalde plus uh, winkels gaat, zul je ook een hele goede van, van topmerken borstels vinden. Want ik bedoel, uh, hè, uh, die bestaan al. Alleen die, het prijskaartje dat daaraan verbonden is, ja, waarom zou je dat doen als die borstel uh, acht keer zo duur is dan degene die je in de supermarkt vindt? Denk ik niet dat je een reden hebt om dat zomaar te kopen zonder uitleg. Want geloof me, als ik mijn patiënten uitleg waarom ze wel zo'n borstel moeten kopen. Doen ze het vaak wel. En dan zijn ze ook heel blij daarmee. Ik wilde gewoon met een, een goedkopere uh, oplossing komen, zodat heel het land daarvan kan uh, ja. profiteren. Ja. Ik wil geen reclame maken, maar ik hoor die mensen maar me vragen: van waar kan ik het krijgen? Uh, ja, we zijn daar dus heel druk mee bezig. Hè. Uh, de borstel is sowieso bij mij in de praktijk te vinden. Uh, Dental Hygiene uh, 597 aan de verlengde Gemeen gemeenlandsweg. Uh, daar hebben we hem sowieso. Maar hij staat ook al in de Tulip Supermarkt. Hij staat ook al in de Alice Drugstore. Hij staat ook in de Connection Apotheek. En we hebben hem ook in de Lucky Store. Oh, okay. Ja, dus die vier winkels staat hij sowieso. Er zijn nog een hele hoop winkels op de lijst. En die zijn uh, uh, waar we mee in conclaaf zijn. We zijn ook. Uh, uh, ja, met een heel heel project daaromtrent ja. bezig. Hè? Dan ben je klaar met het ene project en dan ja, ja. moet je het andere project. Uh... Dat ik ja. hoor dat de marketingafdeling al op mijn slag... Hallo, nee, maar ik vind dat het belangrijk is dat het gaat om mondhygiëne. En als zo'n goede tandenborstel kan helpen, ja. dan moeten we daar uh, ook achter gaan staan. Maar ik hoorde je net zeggen van drie maanden. Is dat dus de tijdsduur voor gebruik van het tandenborstel? Ja, hoe lang gebruikt u die van u? Ik weet niet, ik ga maar door. Ja. Oh, wow. Maar drie maanden dus. Ja, um, het is. Uh, Wauw. Wow. <laughs> ik denk dat een heleboel mensen daarmee niet stilstaan dat ja. er een, 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 een tijdsduur is. Ja, het is zo dat. Um, uh, waar gaan we beginnen? Uh, het is zo dat je als, uh, als je je tandenborstel hebt uitgepakt en hem in je mond doet, gaan er natuurlijk... Hè? Hij, is, hij is gebruikt, hè? Ja. contaminatie ja, ja. is vandaar al de hygiënefactoren ja. hiervoor. Maar die tandenborstel kun je in principe drie maanden gebruiken. Ja. Het is zo dat je moet opletten op het moment dat die haartjes uit elkaar gaan staan... Ja. Verwijder je geen plak meer met die tandenborstel? Dus dan is het leuk dat u hem blijft gebruiken, omdat hij er nog in uw ogen nog goed uitziet. Maar hij verwijdert geen plak. Dus hij heeft geen bevorderlijke uh, uh, invloed op die mondgezondheid. Hè? En dan heeft u wel gepoetst, maar eigenlijk heeft u niks gedaan. Dus het moment dat de haartjes uh, krom gaan staan, moet u hem vervangen. Op het moment dat de haartjes nog recht staan, moet u hem na drie maanden sowieso vervangen. En dat heeft dan meer met het hygiëne uh, aspect te maken. Uh, dus let daar op. Absoluut, yeah. absoluut. Ik denk dat ook de cameraman die schudt. Van, hij denkt oké, okay, misschien deed hij het ook niet zo. <lacht> <lacht> maar daar hebben we het geleerd. <laughs> drie maanden, na drie maanden. En dat is nog als de hartjes recht staan. Ja, als maar als ze uit elkaar... Als ze daarvoor uit elkaar staan, dan kan je hem al vervangen. Want kijk, sommige mensen zetten gewoon heel veel kracht. Dat is niet aan te raden, poets niet hard, zet niet veel kracht. Als je een, haar, een borstel hebt met heel veel haartjes, zoals deze, de meeste haartjes, uh, tandenborstels, hebben ook gewoon heel weinig haren. Waardoor je het gevoel ook hebt om harder te willen drukken. Um, op het moment dat je dat uh, uh, een borstel hebt met zoveel haren, zul je merken. Dat die haartjes ook gewoon langer rechtop blijven staan. Omdat je niet zoveel kracht hoeft te zetten. Uh, en dan kun je er gewoon uh, echt wel drie maanden mee doen. Wow. Nou, ja. Ik heb heel veel geleerd uit dit gesprek. Heel blij dat je te gast was vandaag, uh, Dionne. Misschien kun je nog een laatste tip geven aan de kijkers: mm, tip. Mm -hmm. Ik denk dat het de, de beste tip die ik uh, de Surinamers kan geven is dat ze. Uh, moeten proberen om de... de uh Zorg van je gebit niet zozeer in de handen van een ander te leggen. Probeer het meer naar jezelf toe te trekken. Het zijn jouw tanden. Je hebt ze nodig om mooi te zijn. Ze te lachen, want op het moment dat je hè, dat is ook de slogan van de tandenborstel lach mooi. Um, het moment dat je, men naar je kijkt, is dat het eerste wat men ziet. Dus trek dat naar je toe. Zorg ervoor dat je um, um, sowieso twee keer per dag goed je tanden poetst. Als je niet weet hoe het moet, we hebben een Facebook-page. Er staat informatie op. Je kan ons altijd bereiken. Um, Zorg er ook voor dat je een goede tandpasta hebt. Daar gaan we het nu niet over hebben. Mm -hmm. uh, en zorg ervoor dat je een goede tandenborstel hebt. Nou ja, de Sousa Dent helpt daar al heel erg veel mee. Ook de controle is belangrijk, want uh, alle problemen die in je mond ontstaan, ontstaan nooit van de ene op de andere dag. Behalve als je een baksteen tegen je tanden aankrijgt en ze kapot gaan. Maar anders, als je gaatjes krijgt, ontstekingen, dan gaan altijd. Jaren vaak wel overheen voordat het erg is. Dus op het moment dat je iets merkt dat anders is, of het bloed, um, of het is gevoelig met koud of warm, trek aan de bel. Ik ben er niet voor niets. Uh, contact ons en dan kunnen we je altijd helpen. Dus neem dat mee naar je toe, koop een goede borstel en zorg gewoon beter voor je gebit. Dan worden we allemaal vrolijk van. Dat kunnen we mooi lachen. Juist. Heel hartelijk bedankt. Heel veel succes met Suzadent. Ik heb al één aangeschaft. Ik denk dat ik voor het hele huis één aanschaf. Want uh, het gaat dus net wat ik eerder zei, niet om reclame, maar het gaat erom dat we goed voor ons eigen gebit moeten zijn. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Kijk, zo ben ik gekomen aan het eind van dit ingesprek met. In het eerste deel heb ik gesproken met meneer Helmond Proeven over het project dat hij in opdracht van de president doet, het schooltuinenproject waarbij kinderen op hele biologische manier leren planten. En in het tweede deel met Dion Leerdam en zij is mondhygiëniste. En ze heeft ons heel veel informatie gegeven over de mondhygiëne. Maar bovenal die geweldige tandenborstel die ze na enkele jaren heeft ontworpen voor ons. Voor de Surinaamse gemeenschap. Zodat we met z'n allen mooi kunnen lachen met een mooi gebit. Als u net deze aflevering heeft gemist, de herhaling is vanavond om 8 uur op kanaal 12.2. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende week. Goeiedag.